Welkom bij CNL Reborns. Vandaag maak ik een keer een Nederlandse video, omdat ik ook Nederlandse abonnees heb. En vandaag ga ik mijn vier Reborn jongens omkleden in schattige baby pyjamaatjes. Ja, je kan het ook jumpsuits noemen. En ik start met Chase. Hij is een sculpt bij van Bonnie Brown. En hij heeft een kaal kopje. En hij is een klein slapertje. Ik heb deze reborn van mijn dochter gekregen met mijn verjaardag. En ik start bij hem met dit schattige vissen pyjamaatje. De andere drie jongens die ik zo ga aankleden, daarvan zijn er twee die slapend zijn. En eentje is met open oogjes. En Chase is een van mijn nieuwste reborns. En de andere drie heb ik al wat langer. Ik heb zelf momenteel veel reborns van Bonnie Brown. Zo, Chase is klaar en aangekleed in zijn vissenpyjamaatje. Hij ziet er erg schattig uit in deze outfit. En nu is het tijd voor mijn andere reborn. Zo, dit is mijn reborn jongetje met open oogjes. Dit is de Pearl Awake Sculpt van Bountiful Babies. Ik heb hem zelf Baby Cruz genoemd. Baby Cruz. Ik heb deze reborn gewonnen via YouTube. En hij is helemaal vanuit Amerika naar mij toegekomen. Ik had hem gewonnen met een giveaway van iemands haar kanaal. En ik was de gelukkige die het juiste antwoord had geraden. En die het dicht in de buurt kwam van een soort gewicht wat ik moest raden. En zo is Cruz bij mij gekomen. Ik ga hem vandaag aankleden in dit schattige blauw pyjamaatje. Met de print van een tijger en een konijn en een olifant. En een giraf. Een nijlpaard. En ik denk dat het wel een leuk pakje voor hem zal zijn. Cruz is niet heel groot. Hij is een heel fijn en klein mannetje. Echt een beetje nieuwboren. Hij heeft blonde zachte haartjes. En een beetje donkerblauwe oogjes. Van die oogjes die pasgeboren baby's ook hebben, waaraan je de kleur nog niet goed kan zien. En ja, ik vind het gewoon heel leuk dat ik hem heb gewoon op YouTube. En dat hij vanuit Amerika helemaal naar mij is gekomen. Dus dat vond ik wel heel speciaal. Zo. Nou, zoals jullie zien is dit pakje heel geschikt voor hem. Met zijn kleine maatje. En het ziet er heel lief uit. En even kijken, hier is zijn blauw speentje. En dan is Cruz ook klaar. En dan ga ik mijn volgende jongetje omkleden. Zo, dit is Baby Eden. Hij is een sculpt bij Heather Boneham. En hij is gemaakt door Rutanet. Iren kwam hier als een meisje, maar ik vond het zelf
meer een jongetjes-sculpt. En ja, ik heb hem nu als jongetje, ik heb hem evengoed Eden genoemd. Ik vond het ook wel een leuke naam voor een jongetje. Ik ga hem vandaag omkleden in dit schattige dinosaurus pyjamaatje. Eden heb ik al een tijdje. Het is een heel schattig slapend mannetje. Ook heel erg klein van postuur. Net als baby Kroes. En Eden heeft hele mooie geschilderde haartjes. Hij heeft echte wimpertjes. Zijn neusgaatjes zijn open. En hij is gewoon heel schattig om naar te kijken. Alsof het een echt slapend babytje is, laat maar zeggen. En ja, ik heb hem al een tijdje in mijn collectie. En hij is een van de vier jongetjes, reborn jongetjes die ik heb. Oh, dit pyjamaatje heeft trouwens van die handschoentjes die je dicht kunt doen. Dat is ook wel heel schattig. Bij echte babytjes worden deze pakjes gebruikt voor als de kindjes zich in het gezicht krabben. Maar voor de reborns is het natuurlijk ook heel schattig. Je hebt natuurlijk ook van die reborns die geen echte handjes en voetjes hebben. Van die cuddlebabies. En daar zijn zulke pakjes heel geschikt voor. Zo, nu is het tijd voor het laatste reborn jongetje. Zo, daar is hij. Dit is Levi. Hij is een sculpt van Bonnie Brown. Dit is een van mijn favoriete reborns. Ik heb er twee. De andere heb ik als meisje. En deze heb ik als jongetje. Voor hem heb ik dit schattige Batman pakje uitgekozen. En ik denk dat het super lief bij hem zal staan. Levi is ook al een tijdje in mijn collectie. Ik ben zelf echt helemaal gek op de reborns. En de kids van Bonnie Brown. Ik heb er heel veel van haar. En waaronder dus deze schattige Levi. Hij heeft ook een kaal hoofdje. En hij heeft echte wimpertjes. Wat ik schattig vind aan de Levi sculpt. Zijn die schattige lipjes. En ja, hij is gewoon heel schattig om ook naar te kijken. Gewoon net een echt babytje dat ligt te slapen. Dat is wel, vind ik wel leuk. Zo. En dan is Levi ook klaar. En dan ga ik alle jongetjes even bij elkaar leggen. En ze bij elkaar filmen. Nou, daar zijn alle mannen. Van links naar rechts. Dit is Levi. Hier hebben we Eden. Chase. En Kroes. En allemaal heel verschillend. De ene heeft echte haartjes en ogen open. De andere zijn kaal. En hebben oogjes dicht. En eentje heeft dan weer geschilderde haartjes. Sommige hebben echte wimpertjes en sommige weer niet. Dus ja, je kunt je reborns op heel veel verschillende manieren schilderen en maken. Maar ik ben echt blij met allemaal. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Tot de volgende keer. Doei doei!